invoer- en uitvoerelementen. We beginnen weer met het basissysteembord. En je ziet dus, invoer is aan de linkerkant. Dus daar gaan we ons even op focussen. We beginnen bovenaan. Ja, de sensoren sluit je daarop aan. En zo'n sensor die geeft een bepaalde spanning af. Ja, van 0 tot 5 volt. En alles wat er tussenin zit. Ja, een lage temperatuur dan 0 volt. Hoge temperatuur 5 volt. En iets ertussenin. Ja, het is een analoog signaal. Daaronder de geluidssensor. De geluidssensor zelf zit er al ingebakken. Maar die geeft natuurlijk ook een analoog signaal af. Ook hier van 0 tot 5 volt. De drukschakelaars daartegen. Ja, die geven maar twee dingen af. Of je drukt hem niet in en dan geeft hij niks af, 0 volt. Of je drukt hem in en dan geeft hij alles af, 5 volt. Ja, twee dingen. Dus het is een binair signaal, 0 of 5 volt. En dat wordt ook wel eens vertaald naar laag signaal of hoog signaal. Zo wordt het ook wel eens genoemd. Daaronder de variabele spanning. En de variabele spanning die werkt met een draaiknopje. En als je draaiknopje helemaal naar links draait, dan geeft hij 0 volt af. Helemaal naar rechts gaat hij 5 volt af. En ergens ertussenin, dan geeft hij dus ook een spanning in. Ergens tussen de 0 en de 5 volt af. Dus net zoals met een sensor kun je hem instellen tussen de 0 en de 5 volt. Het is weer een analoog signaal. Dan de pulsgenerator. Ook hier is er een draaiknopje aanwezig. En als je hem op 1 zet, 1 hertz, dan zal er op deze uitgang 1 keer per seconde 5 volt komen te staan en dan weer 0 volt. Dus 1 keer per seconde zet hij hier 5 volt op. Als je het knopje helemaal naar rechts toe draait, dan komt hij op 10 hertz te staan en dan gaat hij 10 keer per seconde zet hier even 5 volt op. 10 keer per seconde. En alles hier tussen kan ook weer. Hè? Maar iedere keer geeft hij dus zoveel keer per seconde 5 volt en daarna 0 volt af. Dus het is nog steeds of 0 of 5 volt. Oftewel, het is weer een binair signaal. Het mooie is dus dat je hier de tijd kunt instellen hoe vaak hij per seconde die 5 volt erop moet zetten. Als je al deze invoerelementen bekijkt, dan valt je misschien op dat je het analoge signaal op twee verschillende plekken kunt krijgen. Bij de sensoren en bij de variabele spanning. Bij oefeningen waarbij wordt gezegd van hey, gebruik een lichtsensor, mag je dan ook in plaats van een lichtsensor een variabele spanning gebruiken. Dat werkt meestal wat makkelijker dan een lichtsensor. Wat hieronder staat, de AD-omzetter, dat komt in een latere aflevering weer terug. Maar nu laat ik even voor wat het is. We gaan nu eerst door naar de uitvoer. De andere kant van het bord. We schuiven wel even naar links toe. Zo, hebben we een beetje ruimte. Welke zijn hier? Nou, daar bovenaan, daar zijn de LED's. Ja, en zo'n LED wordt ook wel eens gebruikt in oefening van dat je motor moet aansluiten. En in plaats van motor gebruik dan even een LEDje. Dat is toch een stukje makkelijker. Ja, en wat het ook is, hè, we laten een LED het werk doen. Denkbeeldig dan natuurlijk. Nou, daaronder heb je de zoomer. Heel leuk, maar ook heel irritant. Dus die wordt nooit gebruikt. En tenslotte het relais. En wat wordt het relais gedaan? Nou, kijk, dit is een relais. Nou, dit is in feite gewoon een elektromagneet. En de elektromagneet kan een schakelaar aantrekken, zodat hij dicht wordt gedaan. Ja, dus ja, dat is een elektromagneet. En als je daar dan een kleine spanning op zet, ja, dus 5 volt ja, van het systeembord, ja, dan trekt hij de schakelaar aan en dan wordt dus die gesloten. En dat betekent dus dat daar het lampje kan gaan branden. En dit is een stroomkring die los staat van het systeembord. Kijk, dit is een systeembord met de 5 volt. En dit kan dus een lamp wezen met 230 volt. Dus dan kun je dus met het systeembord kun je iets aan- en uitschakelen die op 230 volt is. Ja, en dit wordt dus gedaan waarbij dus hij aan wordt gezet. Ja, we noemen dit dan ook een relais met een maakcontact. Ja,
Je hebt ook relais met een breekcontact en die ziet er zo uit. Ja, dat is dus als het relais uitgeschakeld is, dus als de elektromagneet niet aanstaat, dan loopt hier een stroom, hè, weer met 230 volt bijvoorbeeld, ja, dus dan loopt hier een stroom. En op het moment dat dan elektrometer wordt aangeschakeld, ja, dus elektromagneet komt op 5 volt, ja, dan trekt hij weer de schakelaar aan, ja, en dan verbreekt hij dus het contact in die schakeling. Ja, en we noemen dit dus dan ook een relais met breekcontact. Nou, en dat was invoer, uitvoer. Je zou zeggen van, is er misschien ook nog een afvoer? Dat is een goed moment om inderdaad afscheid te nemen. Tot ziens!